Henk Vrezer, heb je deze week in aanloop naar Willem II uit wat meer ontspannen getraind dan de afgelopen maanden? Nee, eigenlijk niet. Voor ons is het een wedstrijd zoals alle anderen. En dus we hebben eigenlijk gewoon de normale voorbereidingen gedaan. Ja, omdat jullie een dagje zag basketballen met Francisco Elson. Ja, maar dat hoeft niet per definitie gezien te worden als ontspannen. Want Francisco heeft ze ook nog eens behoorlijk aangepakt. Maar het is wel weer eens wat anders. Ja, nee, klopt. Kijk, er is nu wel wat meer ruimte. Maar nogmaals, ik zie met name de winst in toch dat mijn spelers praten met iemand die een hele moeilijke weg heeft afgelegd richting de top. En soms is het iemand anders voor de groep ook wel. Kan voor hun natuurlijk ook een verrijking zijn. Zou je verwachten een ontspannen groep? In principe niks meer te winnen of te verliezen. Tenminste, je kan niet meer degraderen. En dan gaan er bijna twee op de vuist op de training vandaag. Van Dijon en Wilson Eduardo. Ja, nou ja, wat mij betreft te weinig gebeurt dit seizoen. En niet zo. Je sprong er ook niet tussen of zo? Nee, dat ga ik zeker niet doen, want die gasten die slopen mij. Maar los van dat, als het binnen de grenzen blijft, dan ga ik er zeker niet tussen duiken. En ik denk dat het juist ook een keer, wat mij betreft, was te laat dit seizoen. Want ik vind dat we, dit was misschien niet het goede moment om te reageren van Mike. Want ik vind dat we veel vaker op zaken kunnen reageren. En nogmaals, in het verleden, bij ons is het ook gebeurd, zijn we niet minder van geworden. Het is niet zo dat ik het promoot hoor, of dat ik het wil hebben, dat we elke dag zo tegenover elkaar staan. Maar nogmaals, het geeft misschien ook wel aan hoe we naar deze twee wedstrijden kijken. We willen gewoon ook de laatste twee alles geven en ja, dat is niet meer dan onze job, denk ik. Willem II uit, die ploeg uit Tilburg gepromoveerd, hebben het goed gedaan. Lijkt een goed voetballende ploeg, maar is voor ADO te pakken? Nou ja, kijk. Laat ik vooropstellen, ik vind dat Willem II en zeker de trainer, die hebben uitstekend werk geleverd. En ik begrijp ook wel de positieve reacties die zij gekregen hebben, ook voor het voetbal. Maar ook de stand op de ranglijst. Aan de andere kant zie je dat het wisselvallige van ons, dat blijft toch het meeste hangen. Maar je staat op dit moment maar gewoon 3 punten achter op een ploeg die terecht heel veel compliment ontvangen heeft. Tot slot je opstelling. Zijn er nog grote verrassingen te verwachten? Nou, nee, eigenlijk niet. Een aantal mensen komen terug van blessures. En ik denk dat het misschien op 1 of 2 plekjes anders zou kunnen zijn. Maar ik denk dat je er niet van uit moet gaan. Daar ga je nog niks over vertellen? Nee. Nog een bespreking? We hebben nog een bespreking en we hebben nog de medische staf. En ja, ik weet niet of ze in de tunnel ondertussen gevochten hebben. Misschien moet ik nog even nagaan hoe er een paar mensen voor staan. Jouw zaakwaarnemer, Hakim Slimani, heeft vanmiddag ook nog een bespreking hier. Ik weet dat Hakim besprekingen heeft, ja, maar dat is zijn werk in relatie tot een aantal spelers die hij bij ons heeft. En ja, dat is duidelijk. Nou, dan hoop ik op vruchtbare besprekingen. Ja, nogmaals, we gaan ervan uit dat zeker onze grote jongens lekker bij ons blijven. En ik vrees er ook. Absoluut.